Welkom bij Audi. Op 10 januari werd de nieuwe Audi A6 voorgesteld in Detroit als wereldpremière. Vandaag staat hij hier op het autosalon van Brussel op de Audi stand als Europese première. De verschillen met het vorige model, dat is onder andere 20% aluminium koetswerkonderdelen. En daarnaast verschillende elektronische features, uitrustingsfeatures zoals head-up display, zoals ook night vision bijvoorbeeld. Interessant aspect is dat het voertuig ook kleiner is dan het vorige model, dus weegt ook minder en een lagere CO2-verbruik en uitstoot. De motorisaties op deze nieuwe Audi A6 gaan van 163 pk naar 300 pk, van diesel tot benzine. De wagen is te koop vanaf nu en zal in de showroom staan in de lente. De basisprijs is €37.400 voor de 2 liter TDI 163 pk, die daarboven maar 129 gram CO2 uitstoot.